Luister eens, G. Ragger, zijn zoon, die had een hele mooie taart meegebracht. Ja. Krijg je klanten, die potentiële klanten? Nou, we hebben wat te vieren dit jaar, ons 80-jarig jubileum in 2015. En inderdaad, bij kennismakingsgesprekken met nieuwe opdrachtgevers nemen we een lekkere taart mee. Ja. Wat hoog in jullie vaandel staat is convenience, hè? En, ja. Een extra element. Vertel eens. Nou, de service convenience, dat is de kernvaardigheid van onze organisatie. Echt de DNA van Raggers. En dat houdt eigenlijk in dat we steeds bezig zijn om te bepalen wat is de behoefte van onze klant, hoe verandert die en hoe kunnen wij onze dienstverlening daaraan aanpassen. En hele belangrijke kenmerken daarbij zijn geborgenheid, vertrouwen, kwaliteit en aandacht. Dus eigenlijk willen wij onze opdrachtgever het gevoel geven dat hij een onderdeel is van de Raggers-familie. Je hebt ook een proactief team, hè? Ja. Een driekoppig team is dat? Ja, dat is een nieuw onderdeel van de service convenience. Wanneer onze opdrachtgevers daar prijs op stellen, gaat ons proactief team eigenlijk met een hele open blik in het object rondkijken naar zaken die misschien niet helemaal op orde zijn. En dan kun je denken aan ventilatieroosters die bijvoorbeeld vies zijn. Nou, dat is natuurlijk slecht voor de luchtkwaliteit. Maar tegels die eens een keer opnieuw gevoegd moeten worden. Elektriciteitsdraden die losliggen waar mensen over kunnen vallen. Graffiti. Wat we dan doen is, wij constateren dat. We maken daar foto's van, we bepalen de locatie. En in een speciale applicatie die we daarvoor ontwikkeld hebben, brengen wij die onder de aandacht van onze klant. Dus we lopen niet maar te pas en te onpas ergens binnen om dat even te vertellen. En wat we vooral ook doen, is de oplossing aandragen. Dus aangeven wat er moet gebeuren om dat probleem te verhelpen en wat dat eventueel kost. En het is voor de opdrachtgever heel makkelijk om aan te geven, nou, ik wil graag dat je dat en dat voor me regelt. En heeft hij of zij daar verder geen omkijken naar. Nou, als de opdrachtgever is misschien een beetje bedrijfsblind, die ziet het niet meer. Die is natuurlijk eigenlijk continu in zo'n pand aanwezig en dan vallen dingen gewoon minder op. En ons proactief team, nou, die komt daar fris binnen en die ziet dat soort dingen wel. Nou, zag ik, je had wat mooie foto's meegebracht. Ja. En dan ga je ook dingen, bijvoorbeeld, wat is dit hier precies? Nou, dit is een stofzuiger die wij gebruiken. En dat is natuurlijk op zich niet nieuw of bijzonder. Maar wat wij wel doen, is zorgen dat die stofzuiger er op een andere manier uitziet. He, vaak in een winkelcentrum of een school is zo'n apparaat prominent aanwezig, ook gedurende de dag. En op deze manier, in overleg met de opdrachtgever, bepalen we wat voor soort foto zou hij of zij daarop willen. Kan natuurlijk alles te maken hebben met de activiteit van de opdrachtgever. En dan wordt ook een werkkar bijvoorbeeld, of een stofzuiger wordt bestickerd, of wij brengen daar platen op aan. Is dat aan. Met name omdat je tijdens kantooruren werkt en zo? Ja, nou ja, in de dag schoonmaken. Maar ja, in een winkelcentrum wordt natuurlijk heel regelmatig tussendoor ook eventjes een schoonmaak gepleegd. En dan is het veel leuker als zo'n apparaat of zo'n werkkar er gewoon wat vrolijker en aantrekkelijker en wat uitziet. Wat is dit nou? Een stofzuiger met schroefjes? Nee, dit is een magneetbezem. Hmm. En die zetten wij in bij een van onze opdrachtgevers. Dat is een metaalbedrijf. En totdat we de magneetbezem gebruikten, was eigenlijk heel zonde allerlei oud ijzer, restafval van metaal lag op de vloer. En dat werd gewoon met het restafval weggegooid. Nou, dat is natuurlijk een belasting voor het milieu, mm-hmm. Dat is niet goed. Maar oud ijzer, metaal, is geld waard. Dus wat we nu ook doen voor die opdrachtgever, is dat we eerst met de magneetbezem de vloer vegen. En dan het oud ijzer apart inzamelen. En vervolgens vegen we de vloer nog na met een gewone bezem. En dat restafval voeren we ook af. Maar dat is dus op twee fronten positief. Jullie hebben een losbladig innovatieboek. En ja. Daar komen altijd dingen bij. Wat is, ja. Je hebt een nieuwe pagina, begrijp ja. ik? Ja, dit is een hygiënische deurklink die door onze leverancier CDS is ontwikkeld. Ja. Wij richten samen natuurlijk heel veel sanitaire ruimtes in. Ik zal even het probleem schetsen wat iedereen wel kent. In een sanitaire ruimte met meerdere toiletten is een algemene toegangsdeur. Je bent naar het toilet geweest, staat je handen netjes te wassen met water en zeep. En je ziet iemand van het toilet aflopen die zonder handen te wassen de deurklink vastpakt en naar buiten loopt. Daar heb je wat op gevonden. Daar heeft CWS iets op gevonden, nou, wat wij nu kijken. Samen in de markt dus zetten. Dus die deur die gaat zo open, zeg maar. Je haalt heel eenvoudig de hendel naar je toe. Dan gaat de deur open en vervolgens een antibacterieel plastic. Dat doe ik eens even. Ja, dat is heel leuk, toch? Het ziet er nog gezellig uit. Maar hoe vaak moet je dat dan doen? Nou, zo'n cassette die daarin zit, die gaat 2000 keer mee. En wij vullen natuurlijk dagelijks in sanitaire ruimtes handdoekpapier, zeep, toiletrollen en nu ook deze cassette bij. Zodat er steeds voldoende voorraad van dat antibacteriële plastic is. En iedereen met echt schone handen de sanitaire ruimte kan verlaten. De nieuwe brochure, ja. Die kun je gewoon aanvragen? Ja, wij zijn natuurlijk zeker in dit jubileumjaar heel trots op onze organisatie, het familiebedrijf en de service convenience. En dat alles hebben we nog een keer extra toegelicht in het Raggers magazine wat je nu vast hebt. En als mensen kennis met ons willen maken, dan kunnen ze die heel eenvoudig aanvragen via onze website of via businessclass.nl. Dan hopen wij natuurlijk op een kennismakingsgesprek waarbij we die feestelijke taart mee kunnen nemen. Wel een grote taart. Je hebt wel een grote onderneming. Ik weet niet of we iedere keer ook zo'n hele grote taart meenemen. Nee. Maar in ieder geval natuurlijk een leuke
taart. Maatschappelijk ondernemen. Je had laatst dat met die schilderijen. Dat vond ik zo'n leuk onderwerp. Ja. Hoe is dat afgelopen eigenlijk? Nou, heel leuk. We zijn nu bezig. Want ik heb ook toen verteld, we gaan de schilder van dat schilderij nog in het zonnetje zetten. We zijn nu bezig om dat schilderij op leuke onderzetters te laten drukken. Die we geven aan alle mensen die hebben gereageerd op die wedstrijd. En op die manier besteden we daar nog extra aandacht aan. En wordt die schilder nog in het zonnetje gezet. Okay. Ja. Nou, je kunt nog steeds klanten gebruiken? Ja, we merken zeker de afgelopen periode. We hebben de afgelopen jaren steeds gelukkig door kunnen groeien. Maar echt de afgelopen maanden een hele duidelijke toename in mooie nieuwe opdrachten die we toegewezen krijgen. En het aantrekken van goede krachten, dat is ook geen probleem? Nee, omdat wij als familiebedrijf natuurlijk toch op een hele positieve manier in de branche bekend staan. Willen mensen gelukkig heel graag voor ons werken. En hebben we voldoende goede krachten in ons bedrijf. Nou, tot de volgende keer. Ja, en wilt u kennis maken? Kijk u dan op onze internetsite, dan vindt u alle informatie over Gerard en zijn zonen.